hele lichamen liggen. Volgens de Syrische oppositie allemaal mensen die deze week door het Syrische leger zijn gedood. In de flessen zit ijs. Op ieder lichaam liggen er een stuk of 12. Die flessen moeten de lichamen koelen. Gisteren werd bekend dat door de storing bij alarm nummer 112 vorige week donderdagnacht iemand is overleden. Parool opent met een grote foto van de man, de Amsterdammer Hidde Maas. Vrienden van Maas zeggen dat ze minutenlang tevergeefs hebben geprobeerd 112 te bereiken. Toen de hulp uiteindelijk arriveerde, was het te laat. In totaal was 112 ruim 6 uur niet bereikbaar. Minister Opstelten laat de zaak onderzoeken. Bij GroenLinks is er alweer gedoe. Vanmorgen schreef de Telegraaf er al over. NRC Handelsblad besteedt er ook ruim aandacht aan. Kandidaten hebben een soort geschiktheidstest moeten afleggen voor hun plaats op de kieslijst. Ze moesten onder meer een rollenspel doen met acteurs, maar ook een intelligentietest. En NRC Handelsblad schrijft dat de simpele rekensommen en puzzels daarin nogal tot wat verontwaardiging hebben geleid. Sommige kandidaten vinden de test knullig en vernederend. De Telegraaf schreef vanmorgen al dat Tofik Dibi, de kandidaat die de strijd om het fractieleiderschap zo overweldigend verloor van Jolande Sap, heeft vals gespeeld tijdens die intelligentietest. Vanmiddag kon u hier op Radio 1 tekenaar Ruben L. Oppenheimer horen, bekend van politieke cartoons onder...